Dan denk ik, jeetje, wat gaat er bij zo'n kind dan eigenlijk in de hoofd? Wat voor idioot is dit om dat met sowieso met een stiletto op zak te lopen en dan nog zomaar een willekeurig iemand te steken? Loes vergeet vrijdag 12 april 2019 nooit meer. Ze gaat even de deur uit om boodschappen te doen in de wijk. En dan staat opeens iemand voor haar. En ik vraag aan die persoon van, goh, kan ik wat voor je doen? Is er wat aan de hand? De persoon zegt nee. En in één keer zegt die persoon hier. Toen dacht ik, hier. Ik voelde wat dofs, rechts of links in mijn buik. De persoon gaat in één keer wegrennen en ik kijk om en denk, wat gebeurt er toch allemaal? En ik zie een stiletto liggen. En toen viel het kwartje. Ik denk, ja, ik ben dus gestoken. Loes strompelt naar de huisarts die om de hoek zit en wordt met de ambulance naar het ziekenhuis gebracht. Het was heftig. Op dat moment realiseerde ik me ook op de OK van, oh mijn god, misschien ga ik wel dood en ik heb nog niks aan mijn kinderen kunnen zeggen. De dader blijkt 14 jaar oud te zijn. De rechtszaak is achter gesloten deuren en Loes krijgt begeleiding van slachtofferhulp. Bij rechtszaken met minderjarigen loopt de zitting heel anders. Ik doe een zittingsbegeleiding en dan merk ik wel dat ik mijn cliënten goed moet uitleggen dat de rechtbank rekening houdt met de leeftijd van de verdachte. Dus daar wordt veel meer uitgelegd, er wordt heel vaak gecheckt, gaat het wel goed met je? Waardoor mijn cliënten vaak zoiets hebben van, kunnen we het ook gaan hebben over het onderhavige delict? De verdachte wordt vrijgesproken van de daad, maar wel gestraft voor het dragen van een mes. De dader zou ontoerekeningsvatbaar zijn geweest en krijgt een voorwaardelijke jeugd-TBS opgelegd van 2 jaar en gaat daartegen in hoger beroep. Het straatverbod dat was opgelegd komt te vervallen en Loes die durft haar huis niet meer uit. Ik voel me eigenlijk gestraft. Terwijl de verdachte gewoon vrij blij buiten kan wonen zonder bang te hoeven zijn. En dat heb ik dus niet.